Hoi, jongens en famkes. Ja. Oeh, hier ben ik al. Met al je leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tonketiet! Cornelia wil gas menen, maar kreeg het de gasmachine net aan de gang. Het slag het ik net als ik haar help. Als Cornelia voortgiet, had Romke een heel goed plan. Ja. Tonkemandje altijd blier. Tonke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabre taal. Hark je gauw naar dit verhaal. De trekker. Tomke en Romke binnen in de tuin. Tomke bij Cornelia helpen. Jouw dode blomkes maar even wat wetter, Tomke. Jij is de jitter. Oké. En ik dan? Wat ben ik dan, Cornelia? Recien. Ja, ik weet al wat. Rom je dode derde blomkes en bladjes maar op. Tje, ze kunnen wel in dit amerke. Goed. Romke neemt de derde blomkes en toekjes in de bek... en leidt ze kreers in het amerke. Tomke maakt de blomkes weer. Oh, wat stiet het gas heen in de tuin. Dat moet ik ten noorden gaan menen. Cornelia gaat naar het hok. Ze helpt de meermachine en zet die op het gasdel. Rusjen, hoe werkt dat ding ik alweer? Oh ja, ik moet hem op start zetten en dan aan het touwtje loeken. 1, 2, 3. Cornelia loekt en loekt. Plof, plof, nog de meermachine. En dan is het weer stil. Oh, hij wil net. Dat verhipte ding wil net oorslaan. Nou, nog maar een keer. 1, 2, 3. Ja. Nee. Ja. Huh. Ik weet het al. De motor is stikken, Cornelia. Nee, dat kan het, Tomke. Verlien, wie kent hier het nog? Ik moet hurtig loeken. Help even, Tomke. Oké. Cornelia en Tomke loeken tangeliek aan het touwtje. Maar de meermachine slaat net om. Nee. Oh, dan maar net, gasmeren. Ik ga eerst wel omboord skippen. Ik beschik je het letter nog wel een keer. Mooi in het tuinbleeuw, Tomke en Romke. Ik ben er zo weg. En voort is Cornelia. Wij moeten Cornelia helpen, Tomke. Hoe dan? Hij stoot soms een meermachine, Romke. Ien die het wol doet, ik en het. Sst, niet praten, Tomke. Ik je wat. Wat jij zo dan, Romke? Ik je niet. Nou, als die de heren wie drie bent, Tomke. Kom mee. Romke draaft de tuin uit over de stoepen naar het laan van boer Siebesma. Romke. Bij de hekken bloedt er steen. Romke. Romke, wacht je op mij. We kiezen nou in. We meien net uit de tuin komen van Cornelia. Tomke zit nou ek bij de hekken. Hij poest en hij blaast. Verdomme heren. Nou, dan moest Cornelia helpen, net. Nou, wat riet daar op het loon? Boer Siebesma op een trekker. Ja, wat zo dat? En wat toch, boer Siebesma mij die trekker, Tomke? Nou, je meent het gas op het loon met de trekker en een meermachine. Romke, dat is geweldig. Zou hij uw gas ik meer naar kennen? Ja, dat weet ik net. Zullen we uit het vreeën? Romke en Tomke klimmen op een hekken. Tomke zwaait met zijn beide jerms heen en weer. Romke doet hetzelfde met de voorpoortjes en zijn stutsje. Joehoe, boer Siebesma. Kan jou eens helpen? Joehoe. En dan hoest het net een rappen, Tomke. Die boer die kan eens toch net jerren. Tja, de trekker riet dus kant op. Boer Siebesma denkt... Waar zitten daar op mijn hekken? Het liek je Tomke en Romke vol. Ze zwaaien naar mij. Daar moet ik meer van weten. Hij riet de trekker met de meerner bij de hekken. Zet hem stil. Yes! En springt van de trekker af. Tomke en Romke, ik dacht. Wat toch een jimjeren.
Oh, Cornelia, meer machine is stikken. En ook is er geen gas meer menen. Ja, en het gas zit heel heeg. En nou tocht niet dat ik haar wil helpen, koe. Ja, dat tochten wij. Je kan zo goed gas menen met die trekker. Ja, maar het gasveldje van Cornelia is de liets van mijn grote meermachine, Tomke. Die past net in haar tuintje. Oh, wat maken we dan doen? We willen haar ze graag helpen. Nou, weet je wat? Ik zorg wel even naar haar meermachine. En misschien kan ik hem wel maatje. Nou, stap maar in, Rompke en Tomke. Instappen? Maar wij echt op het trekker zitten? Ja! Wat cool. Even letter rieden ze zonder de meener trot de iepen hekken de dik op. Joepie! Wat zitten wij heeg! Wat had die trekker een protte knopjes. Mag ik even sturen? Goed. Dat mij wel, van boer Siebesma. Hij had wel de handjes van Tomke verst. Ze komen in de strutten van Cornelia, Ronke en Tomke. En Ba hipt er op een stoepen. Cornelia! Cornelia! We zitten op een trekker! Hey, oeh, Cornelia! Zwaaien, Tomke! Hey. Hoe zit ze net? Oeh, Cornelia! Tomke? Tomke? Hoe komen die nou op een trekker? Boer Siebesma zet de trekker stil voor het huis van Cornelia. Hij doet de motor uit. En dan tilten Romke en Tomke naar onderen. Cornelia begreep er neert van. Hoe kom je op het trekker van boer Siebesma? Ze woonden daar helpen, Cornelia. Ze dachten dat ik die tuintje wil menen koe met mijn grote gasmener. O jongens, wat ben je leven dogen jitten. Wat boer Siebesma hoeft net meer te helpen, meer. De gasmachine is net stikken. Hoe kan dat dan? Ze krijgt woorden net meer. Zal ik je maar eens wat vertellen? De benzine weer op. Heel dof vergeten. Als de benzine op is, dan wil mijn trekker ik net meer in. Maar ik ga genoeg benzine van nog een ritje met Tomke en Romke. Ja! Oh, ja! Wil je hem dat wel? Ja, nog een keer op een trekker, ja! Ja! Oh, yes! Yes! Ja, ja, ja! Cornelia giet net mij. Zij meent het gas. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. De tonne. Jongen, jongen, jongen. Wat haar stouwe lange tongen. Had die moeder leven dit. Dit is haar linkerzicht. Joort Gene Pier en Marieke wennen paken. En die had weer een verhaal over de grote moezenvanger. Pier en Marieke vindt een machtig verhaal over de oele die zo leuk is op de moes. Pier en Marieke sjogen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had het een bekend. Ja, is een heel speciaal. Een moezenvanger. Paken, wij zagen juist een oele. Die zie je in de peenbius achter in de tuin. Zo, een oele, zeist? Dat is bijzonder. Die is joks net zo vaak. Hij had er de hele dag zitten. Het leek wel als hij er te sliepen. Ja, dat stelt ik wel. Een oele is een nachtvogel, die zal je net zo gauw omvleenen. Maar naks, ja, dan gaat er op jacht. Op jacht? Ja, een oele is een roofvogel nou. Het is een baas moezenvanger. Hij is nog altijd lilk op een moezen. Lilk? Waarom is hij lilk op een moezen? Weet je hem dat net?
Jem leren ik niet meer zijn dwerg. Ik dacht dat elke een dat wel wist. Wij net, Paken. Toe, vertel nou. Ja, vertellen. Ga je hem daar wel tijd voor? Hoe ga je hem net te computeren? Nee. Nou, vooruit dan maar. Sjoch, het ziet zo. Hier lang lien woonden de vogels een koning haar. Een koning van de vogels. Een koning? Bisten had toch geen koning? Ja, blinder, wat krijgen we nou? Vanzelfs had de bisten ook een koning. Hast toch nog nooit jet dat de leeuw koning van alle bisten is? Nou dan. En daarom woonden de vogels ook een koning haar. En ze zijn. We hadden een wedstrijd. Waar het heegste vleerne ken, die werd koning. Ze zonen alle je tagelijk omheeg vleerne en dan zonen ze het was jen. Strusvogel ek? En hen diende ek mij. Ja, wis, waarom net? Ze kon het allicht beziekje. Alleen nou ja, die woonde het net vanzelfs. Nee, nogal wieders. Nee, weet je waar het heegste kwam? De een. De een? Is dat ek een vogel? Of weet je net wat een een is? Dat is een arend. Oh? Jongens, ik moet je mee alles uitlezen. Maar goed, die arend dus, die kwam vier wij het heegste. Als een stipke weer nog te zien tussen de witte wolken. En doet er weer del kwam, rapen alle vogels. Piep, 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 hoera! Piep, 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 hoera! Dat is een koning. Er is geen vogel die heger komt als dij. Maar de arend met de kop en zei... Dat valt nog te beschen. Want doet ik der bobben wie en het heger meer koe en mijn zakje litte soe, doe kwam er onder mijn vieren een tomke voor het locht. Een tomke? Ja, een heel iets vogeltje dat. Het liefste dat er is. Dat Tomke weer stiekem mij lift, mij die grutte in. En die vleeg doe nog heger als de arend en raap gauw. Kening ben ik. Oh, dat wie net eerlijk. Nee, dat vonden de oren vogels ek. Dat is geen. Raapen ze. Ja, wacht je maar. Als raas me onder hem komt, dan pakken we hem. Had ze dat ik die in? Nou, dat is hem nou correct. Ze konden hem net te pakken krijgen. Waarom net? Sjoch, doet er op het laatst naar onderen kwam en in een heide delzaaide vliegen alle vogels op hem af. En dat liet ze vogeltje zeggen wel dat ze leuk wien. En van angst en benauwden scatter gauw een moezehoort zien. En er weer geen een van die oren vogels zo liet dat die er ik inkroepen koe. Maar zijn ze, we wachten ze je krijgt zo lang, want hij er weer uitkomt. Want hij moet er een keer weer uitkomen, als gaat het deer. En is hij er weer uitgaan? Net zo gauw vanzelfs. Dat dwarrede net. En al die vogels maar wachtje en maar wachtje. Nou, die kregen op laatst haar nog vanzelfs. De dij wie al haast om. Dat doen zijn ze. We willen ik wel eens weer op hoe zo'n. Hoe moeten we hiermee om? Zo misschien ik een van u de wacht houden kennen. En waar wil dat dwaan? En doe zij de oele. Lid mij dat maar dwaan. Ik ben een nachtvogel. Ik in knap Jennietjuster. Ik wil hier wel even zitten, leeuwen. Dan kunnen jim wel even een hoes. En dan komen jim hier mooi maar weg. Nou, zo spreken ze al. En zo dienen ze het. Ja, handig. Ja, dat wie ik zo. Dat de oele gong rucht voor het moezegatje zitten. En houdt het secuur in de gaten. Die liet ze dogen niet zo hem net ontkomen. Maar dat liet ze Tomke blauw mooi zitten wat er ziet. En het waard letter en... Om middernacht heen waard de oele ek sleeprig van al dat kuren net het gotje. En doe zij er bij hemzelfs. Het hindert niet als ik even mijn ien eeg sliep. Dan had ik mij het oren eeg het holtje wel in de gaten. Kind dat? Mij in een eeg sliepen? Ja, wees wel, jongen. Ja, dat die ik wel, doet ik nog piraat weer. Ja, maar doe je pak een lapje van het oor eeg. Dan is er ook geen keus doen. Nou, de oele koort ik wel zonder lapje.
hij die eerst zijn rechteroog ticht en blauw met het linkeroog zitten te sjen. En een jaloere letter wikselen er aan. Doet hij het linkeroog ticht en holt het rechteroog iepen. En weer een jaloere letter die het rechteroog weer ticht. Maar doe vergeet er om het linkeroog iepen te dwaan. Oh-oh. Ja, en daar heeft die lietse dogen niet op zitten te wachten. Als een speer vlegert dat gatje uit en verdwoen in de tichte toeken van de hagedoren. En doet de orenvogels de oren dijs weer veromkamen, moest de oele wel tajaan dat er een heel set zitten hier te sliepen. Ze gaan nog een hele dag voor dat moezegatje zitten te wachten, maar daar kwam niet meer uit. Nee, want daar zit niet meer in. Nee. En dat lietse vogeltje zit zo'n tijd nog altijd in de tichte toeken van de hagedoren. Denk er maar eens om. En heel enkelt dwat er even om te vleien en dan juist hem altijd nog roepen. Koning ben ik, koning ben ik, koning ben ik. Daarom hebben ze hem winterkoning genoemd. Want een winterkoning is iemand die hemzelf de koning uitropt. Dus dat is eens een skelname voor het Tomke. En de oele? Ja, de oele, die kregen van alle orenvogels de schuld. Dat er net goed oplet hier en dat dertrog dat Tomke zijn straf net kregen hier. En het ziet de oele zelfs ik net lekker. Hij ziet mij het geval in de magen. Maar nadat er een skof door zitten hier te prakasseren, begon er hem zelfs vrij te pleitsen. Hij zei, Sjogres, als dat moezegatje daar net zitten hier, dan hier dat Tomke daar net inkroepen kennen en dan hier hem voortgepakt. Dan hier zijn straf al aan. Dat is ik zo. Ja, en daarom zei de oele doe. Maar waar hier dat gatje groeven? De moes. Dus feitelijk is het de moes zijn schuld dat alles verkeerd gongen is. En nou joggen ze mij erop aan. Dat is net eerlijk, oehoe. Die stomme moezenek. Daarna vred ik alle moezen op die ik te pakken krijgen kin. Oeh. Oh ja. En daarom is de oele dus zijn beste moezenvanger worden. Ja, pierjongen. Haast al wel wat leerd. En wist je, uiten trog pakt er ek wel eens een oeriboeri. Ja. Bjartje. Wie ben een oerbjartje en doet weer wat oors. Zo krijgen wij kennisie en vernooit in boos. Dit wie het alweer. Om on. Hoi. Au. Nog.